Is dat dan nog wel nodig? Zijn die lobby's wel nodig? Als de assimilatie die zich nu aan het voltrekken is al zo snel. Als jongere heb je geen moskee nodig natuurlijk. En ook geen imam. Kwamen ze uit op ongeveer een percentage van 30%. Dan hebben we het over alle Nederlandse staatsburgers die aangeven nog vertrouwen te hebben in onze overheid. Vraagt imam Google en sheikh Twitter. En dan heb je je antwoord. En dan denk je dat je je antwoord hebt, want je gaat toch zoeken naar het antwoord wat je graag wil. Een radicale imam die is operationeel. Maar tegenwoordig zie ik hoe cynisch mensen daarop reageren. Want iedereen is het tegenwoordig. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze instituten. Die zijn meestal langs etnische lijn. Niet eens altijd langs religieus, maar meestal langs etnische, culturele lijnen ontstaan en verenigd. Maar je bent in feite aan het schaken op iemand anders schaakbord. Ja. Het is niet jouw... Perken zodat de overtoon toch ligt bij de kenmerkende westerse normen en waarden. Tijd aan tafel zitten. Ja. Zeggen van, het is niet dat ik dat denk of dat ik dat voel, want ik kom uit die gemeenschap. Nee, dit is wat we even hebben kunnen toetsen. Hier gaat het over, en als we het hebben over dat thema wantrouwen. Je wil de democratische rechtsstaat, het vertrouwen in de rechtsstaat, dat wil je redden met je antiradicaliseringsbeleid. En wat doe je? Eenheid is altijd op zichzelf iets groots. En alles wat je erover kan bespreken, dat is per definitie groot en vaak abstract. Met name islamitische organisaties zelf zich moeten gaan afvragen, moeten wij wel zo achter de overheid aanlopen? En sowieso, los daarvan, waar willen we heen? Waar wil je als islamitische organisatie zijn over 10 jaar? Maar we moeten beseffen dat, terwijl wij nu aan het kibbelen zijn in de tribune, dat Portugal een aantal doelpunten heeft gemaakt. En je staat gewoon achter. Samen sta je achter. Nee. Weten ze niet. Nee, dat weten ze niet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom allemaal bij Studio Dalil. Waarbij we met experts en professionals praten over de uitdagingen en oplossingen voor de Nederlandse gemeenschap. Ik ben jullie gastheer, ik ben Saïd. En vanavond hebben we een aantal gasten weer bij elkaar gebracht. Mohamed Akko, welkom. Rafiq Dahman, welkom. Noordin Elouali en Martijn de Koning, allebei welkom. Voordat we gaan beginnen, wilde ik het eerst over iets anders hebben. Afgelopen week zijn we opgeschrikt door een oorlog in Europa. Een inval in Oekraïne. Hoe hebben jullie dit beleefd? Hoe hebben jullie dit ervaren? Mohamed? Er is veel over gezegd natuurlijk in verschillende mediaplatforms. Kijk, enerzijds is iedereen ervan geschrokken, anderzijds zag je het ook wel aankomen natuurlijk. Wat misschien even in deze specifieke context, want er is al heel veel over gezegd. Veel moslims weten niet dat er ook een flinke groep moslims zijn die ook heel erg lijden onder deze situatie. En heel erg onzeker zijn over hun toekomst. In Oekraïne, straks als Rusland daar steeds meer zeggenschap krijgt, als ze hun plannen kunnen voortzetten. Dat zijn moslims met Oekraïnse achtergrond? Nee, met name de grootste groep zijn de Krim-Tataren. Is eigenlijk een Turkse subgroep. Die wonen in de Krim, die dus al sinds 2014 bezet is door Rusland. En die hebben eigenlijk al best wel een bloederig verleden in relatie tot Rusland. Ja. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog is daar natuurlijk de grote massadeportatie geweest naar Oezbekistan, waarbij 100.000 van hen zijn overleden. Ja. En zij vrezen heel erg volgens de geluiden en berichten dat een dergelijke dreiging of tijd terugkomt. Dus ook daar natuurlijk heel erg spannend. Maar goed, voor Oekraïne in het algemeen natuurlijk is het heel erg onzeker. Ja, want op zich, het was een verrassing, want ik weet nog dat ik begin van de week hoorde op de radio van nee, Poetin zal die inval niet doen en het is allemaal groot praat. En toen stonden we op, wat was het, woensdag. En toen was die Oekraïne ingevallen. Ja, ik heb het idee alsof ik weer in een geschiedenisboek zit. Ik ken de Koude Oorlog echt vanuit de overlevering, zeg maar. En die lijkt nu weer volop warm geworden te zijn.
Langs ook die verhoudingen, de oude Sovjet-grenzen, et cetera. Nee, ik volg het al een tijd, in alle eerlijkheid. Vooral ook vanuit de gasprijzen en zo. En de invloed die dat heeft op de energierekening. En dat, dat speelt al een tijdje. Maar het is eigenlijk op de achtergrond altijd hetzelfde conflict geweest. In ieder geval de agenda van Poetin om ook Europa met name los te spelen. En ook nog los te trekken van Amerika. Dat was met Trump ook. Hè. Die twee konden het altijd goed vinden, hè, ja. Trump en Poetin. Zag je ook dat de duidelijke boodschap naar de NAVO was van... We gaan jullie klusjes niet meer klaar en nu zie je toch dat ze samen moeten optrekken. Ik vind wel dat het... Ik ben er nog niet helemaal over uit. Want ik vind, kijk, eigenlijk mist Europa en het Westen ook wat morele platform... om met een wijze te vindje richting Rusland te zeggen van... ja, je mag niet zomaar een land binnentreden. Want laten we het over Irak hebben, laten we het over Syrië... laten we het over al die landen hebben over het afgelopen jaar. Daar gaat het nu niet over, maar ik vind het een ingewikkelde kwestie. En ik vind de oorlog vreselijk. Laat ik dat ook vooral gezegd hebben. Mijn medeleven ook naar iedereen die onder die terreur van moord en misdaad moeten leven. En dat is nu wel de situatie. En daar is op dit moment één iemand primair verantwoordelijk voor. En dat is Poetin. Dat is Poetin, inderdaad. Rafik, hoe heb jij het gezien en ervaren? Nou, toch wel emotioneel, moet ik zeggen, hoor. Het heeft mij wel echt geraakt. In die zin dat ik letterlijk gisteren wel echt goed mijn best moest doen... om geen treintje te laten. Het heeft mij echt geraakt. Zo erg? Ja, heel erg. Ja, gewoon vanuit het principe van... wij hebben als moslims ook natuurlijk datgene wat Adamie heet, hè. Het adamisme, de broederschap die je met elkaar deelt... waar niet binnen de kaders van de religieuze identiteit die je met elkaar... en de religieuze geschiedenis die je met elkaar deelt... maar natuurlijk gewoon het feit van een geschiedkundige verbroedering. Dat we allemaal natuurlijk kinderen van Adam zijn. En als je dan zo'n verhaal hoort, zoals bijvoorbeeld die opnames die we hebben gehoord... die audio-opnames van die 13 grenswachters... Ja. Die dan op een gegeven moment tussen vuur en vlam zitten... wat ga ik beantwoorden? Ja, zeg maar, moet ik tegen hem zeggen dat ze de kleren kunnen krijgen? En dat ze dan op dat moment gewoon koolbloedig worden vermoord. Ja, dat gaat je niet in de... Althans, dat gaat mij niet in de kou kleren zitten. Ja, dat vind ik heel... emotioneel. Ja, dat vind ik heel emotioneel, ja, zeker. Martijn, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, ik moet zeggen, het raakte mij ook wel. Ook op emotioneel niveau. Aan de andere kant dacht ik ook, ja, we moeten ook... Haakt ook een beetje aan op wat jij zei, Noordin. Denk ik niet helemaal naïef zijn. Hè? Dus ik zag ergens voorbij komen op social media... dat Poetin 77 jaar aan Europese vrede heeft doorbroken. Dacht ik, nou, dat weet ik niet. En precies wat je zei, Europa heeft natuurlijk verschillende landen binnengevochten. Maar we kunnen ook denken, nou ja, bijvoorbeeld aan slachtoffers van terroristische aanslagen in Europa. Hè, van de ETA of de IRA of IS of whatever. We hebben ook net het rapport 8 gehad van de Nederlanders die in Indonesië oorlogsmisdaden pleegden. Ja. Die zijn we denk ik al weer in één keer vergeten. Dus misschien moeten we ook iets minder naïef worden in dit soort... zaken. Maar ja, neemt niet weg dat het ook voor de mensen in de Oekraïne verschrikkelijk is. En ik hoop dat we in Nederland ruimhartig omgaan met het opvangen van vluchtelingen. Ja. Hoewel de PVV daar anders over denkt. Dat heb ik begrepen, inderdaad. Die vinden dat Nederland te vol is. Ja, die vinden dat Nederland te vol is. Dat is een interessant. Dus ook voor een... Ja, oké. Dat hadden ze ook met de Polen en meldpunten, et cetera. Ja. Dus dat maakt ze zijn consistent. Ja, interessant genoeg, Forum is ook niet zo voor het opnemen van migranten. Maar steunen wel Poetin. Dat is ingewikkeld. Vooral, ik heb toch wel de indruk dat de meeste mensen vinden dat de Oekraïners, als het hier zover komt, dat ze opgevangen moeten worden. En enige xenofobie, islamofobie speelt daar wellicht ook een rol bij. Maar goed, los daarvan. En kijk, uiteindelijk het is het niet de PVV die het beslist. Het is uiteindelijk gewoon de gemeenteraden, het parlement. En volgens mij, ja, kijk, we hebben denk ik met die Syrië-crisis laten zien dat we het eigenlijk best kunnen. Het is passen en meten, en nu ook weer met Afghanistan natuurlijk. En het leidt ook wel her en der tot strubbelingen. Maar uiteindelijk hebben we toch in korte tijd heel veel mensen opgevangen. Ja, dus het kan. Dus het kan. Welkom, zou ik zeggen.
Ja, goed, vanuit mijn kant ook geschrokken natuurlijk wat er is gebeurd en totaal niet verwacht en niet aanzien komen. En waar ik eigenlijk nog meer van schrik is de reactie van Europa op wat er gebeurt. En dat is heel simpel. We gaan je boycotten en we gaan dit en restricties hier en restricties daar. En Poetin, die wijft dat lekker weg, want daar was hij al op voorbereid. Dus dan zie je wel wat de machtsverhouding is. Ben je voorstander van militair ingrijpen in Oekraïne? Of is dat misschien een te zware vraag? Ik weet het niet. Ja, kijk. Ik persoonlijk, als je Oekraïne ziet als onderdeel van het geheel, waarom zouden ze niet helpen? We hebben allemaal gezien hoe onrechtmatig ze worden behandeld en hoe onrechtmatig de inval is. En met welke redenen er is ingevallen. Ik heb heel sterk het idee dat Europa Oekraïne heel erg heeft opgejut. Ik kan me nog beelden herinneren van, hoe heet hij ook weer, de VVD-Europarlementariër? Van Baarle. Van Baarle op dat plein. Ja, samen met de oud Guy van Verhofstadt. Ja, die stonden zo en op dat plein. Dat was toen in de context van de Krim, de annexatie van de Krim. Ja. Dus Europa die heel erg zich opdrong ook aan Oekraïne. Voel je veilig en verzet je vooral tegen Rusland en hou je rug recht. En zelfbeschikking en noem maar op. En dan zie je dat nu in principe... Trekken ze zich eigenlijk een beetje terug. Ja, dat vind ik echt... Dus, ze staan echt op de stoep van Europa. We weten, Oekraïne is geen onderdeel van de NATO, et cetera. Maar ze worden wel gigantisch in de steek gelaten. En het ging eerst nog even om verre kijkers en kogelvrije vesten. En weet ik veel, we kopen weer in de vesten. En nu komt er iets meer op gang, maar nog steeds. Het zijn eigenlijk dat verwijt hoor je vaker inderdaad, ook in Irak en Afghanistan is eigenlijk hetzelfde. Er worden bepaalde figuren of organisaties heel erg gepusht van, hey, jullie moeten de stem zijn en jullie moeten dat... Ja. En ja, zodra dingen anders lopen dan gepland, dan is het heel gauw de handen ervan af. Ja. Ik ben in feite gewoon een speelbal van grootmachten. Een schaakspel, ja. Nou, laten we hopen dat het snel voorbij is en dat Poetin zich hopelijk snel terugtrekt en grote verliezen incasseert, waardoor hij het nooit meer doet. Ja. Terug naar ons onderwerp voor vanavond. Eenheid binnen de islamitische gemeenschap. En daarbij zou ik graag jullie kijk vanuit jullie expertise en achtergrond willen hebben. Eén aspect, Rafik, wil ik met jou beginnen. Wat we denk ik nog heel vers op ons netvlies hebben, is de hele NTA-affaire. Hoe kijk jij daarop terug? Daarop terugkijk. Ik ben werkzaam geweest in een gemeente in Zoetermeer, in dit geval. Ik heb daar de rol gehad als wat wij dan noemen theoloog, ja, eigenlijk imam. Maar we waren bezig met bepaalde activiteiten buiten de moskee, juist om de weg naar de moskee voor die jongeren wat korter te maken, zeg maar. De kloof naar de moskee in te korten, om het zo maar te zeggen. In opdracht van de gemeente? Niet zozeer in opdracht van de gemeente. Want de gemeente die had een samenwerking aangegaan met het bestuur van de moskee, waar ik destijds regelmatig de vrijdagpreek voor zorgde en lezingen gaf. Maar die jongeren die wisten de weg niet meer naar de moskee, zeg maar. En het idee was dat de jongeren die moeten toch onder controle gehouden worden. Dus we gaan met de moskee praten of dat op een andere manier kan. En toen werd ik dus via de moskee gevraagd om mijn rol daarin te doen, in te nemen. Achteraf bleek dus dat NTA parallel daaraan bezig was met de activiteiten waarvoor zij waren aangesteld bij de gemeente, zonder mij weten. En dat was tegelijkertijd met waar jij mee bezig was, of kwamen ze later? Nee, dat bleek dus tegelijkertijd te zijn geweest. Ook echt letterlijk ook parallel aan wat ik aan het doen was met die jongeren. Dan moet je maar zomaar bedenken dat we begonnen met een groepje van 6, 7 jongens. En dat werden er uiteindelijk 48... waarbij toch wel echt wat jongens zaten die gewoon hulp nodig hadden. In de breedste zin van het woord. Voornamelijk dan op ideologisch niveau. /sociaal-ideologisch. Achteraf retrospectief, met de kennis van nu, weten we dat daar gewoon misbruik van werd gemaakt door de vorm
van samenwerkingsverband tussen de gemeente en NTA, waarvan beide zichzelf niet te kennen hebben gegeven als zijnde de actoren in het geheel. Maar dus jij gaf die jongeren, gaf jij les of je was met ze bezig? En parallel daaraan, was er iemand van het NTA die hetzelfde deed? Of? Iemanden. Ja, meerdere. Ja. En hoe kwam je erachter? Of werden ze geïntroduceerd als dit zijn je nieuwe collega's? Nee. De persoon die... aanvankelijk deed ik dat alleen. Achteraf kwam ik erachter dat de gemeente dat niet zo fijn vond. Omdat ze... nogmaals, ik leg de klemtoon op achteraf. Hè. Ja. Dat ze erachter kwamen dat ik dus te theologisch van aard was en dat zij een sociaal einddoel hadden. Ik denk bij mezelf. Nou, hetzelfde doel waar jullie op afstevenen, als het klopt wat jullie dan beweren, dat doe ik ook, maar dan met religieuze middelen. Dus ja. Vanuit de bronnen, vanuit de ideologie en vanuit de... Maar wat deden zij dan precies? Wat was hun rol? Was dat was het klasje überhaupt opgezet vanuit de gemeente? Of was het ontstaan vanuit de moskee? Nee. De gemeente had natuurlijk die jongens... die wilde de jongens in het vizier hebben. Maar ja, hoe moet de gemeente natuurlijk... Die heeft de jongens geselecteerd en gevraagd, kunnen jullie hier wat mee? Niet de gemeente, okay. De jongens. Nee, de jongens heeft de moskee juist geselecteerd. Omdat de moskee zag dat de jongens... Het heeft een lange geschiedenis. Het begon al in 2011. Met een bepaald figuur die overigens volgens mijn laatste kennisgevingen niet meer leeft. Vanwege bepaalde activiteiten die hij in het buitenland heeft. Kunnen jullie het wel een beetje invullen? Maar goed, waar het om gaat is dat die jongeren die werden door het bestuur van de moskee. Werden die, dat waren dus een stuk of 7 aanvankelijk. Dat waren jongens die daarvoor wel in de moskee zaten onder supervisie van deze persoon die uiteindelijk het leven heeft gelaten. En die te boek stond bij de gemeente als zeer gevaarlijk. Nou, en jij? Het was mijn taak vanuit de moskee, moet ik zeggen. Vanuit de moskee was het mijn taak om die jongens weer terug te brengen naar de moskee, maar dan op een andere manier en in andere kaders. En daar was tijd voor nodig, want je kunt niet zeggen, hey, hier ben ik. Morgen gaan we naar de moskee. We gaan morgen naar de moskee, daar was gewoon tijd voor nodig. En vandaar dat de gemeente een faciliterende rol daarin had. En zo gaven ze zichzelf ook te kennen als zijnde zich beperkende tot die faciliterende rol. In de zin van een plek toewijzen waar de jongens bij elkaar kunnen komen... En bijvoorbeeld de PlayStation aanwezig zijn, tafeltennis, weet je wel, dat soort zaken. En een sociaal werker die daar aanwezig was om die jongens bijvoorbeeld te helpen met school, met hun schulden. Noem maar op. En wanneer kwam het NTA in zicht? Het NTA bleek al in zicht over deze periode waar ik het nu over heb. Maar dat wisten wij pas 4 maanden geleden, in november. Toen alles naar buiten kwam. Ja, ik heb nog nooit van de NTA gehoord. Totdat ik zag op een gegeven moment dat de foto's die daar op de site staan... precies de personen zijn waarmee ik destijds een gesprek heb gehad... en die zichzelf dus hebben voorgesteld als netwerkregisseurs voor de gemeente. En nu achteraf met deze informatie, met deze kennis, hoe zit je er nu in? Nou ja, weet je, aanvankelijk, ik heb in een krant... ik ben geïnterviewd door een... Ik heb het als een messteek, als dolkensteek heb ik het genoemd in de rug vanuit de kant van de gemeente. Omdat ik heb toch wel, ik mag wel zeggen dat ik daar wel voor die jongeren en natuurlijk daarmee ook voor hun ouders een hele grote rol heb gespeeld. Bi-Ivnile, uiteraard. Dat doet best pijn. Het is niet zo dat ik daardoor beïnvloed... Dat mij heeft beïnvloed in de manier waarop ik mijn werk dan voorts doe. Maar ik ben wel veel voorzichtiger wanneer het gaat om overheidsinstellingen. Maar het is natuurlijk een onderdeel van een groter geheel. Hè. Het is een onderdeel... van een groter geheel. Het gaat niet zozeer om een specifieke gemeente of een specifiek bureau, in dit geval NTA. Het is natuurlijk een... ik denk dat het toch wel een onderdeel is van islamofobie.
En islamofobie in mijn ogen is dan weer onderdeel van een hegemonie. Maar het NTA was cultureel, daar... culturele hegemonie. Ja, maar het NTA was daar. Nu achteraf gezien, merkte je of zag je iets in datgene wat zij deden, jouw collega's, waarvan jij nu denkt van ja, dat, had ik, dat was me toen niet opgevallen. Ja, ik had geen collega's. Wat voor collega's... Van NTA bedoel je? Ja, ja. Dat zijn geen collega's. Ik zeg net, ik wist natuurlijk niet dat zij daar... Nee, maar ze waren er wel. Ja, maar ik heb ze nooit... Ik heb ze nooit ontmoet? Jawel, ik heb ze wel ontmoet. Zij hebben zich voorgedaan als netwerkregisseurs voor de gemeente. En dat zij lering willen halen uit de manier waarop ik werk met die jongeren. Dat is het. Ik denk dat ik 2 of 3 keer met ze gezeten heb. En uiteindelijk ben ik gestopt... vanwege een bijeenkomst die we hebben gehad... waarbij Asscher die dag aanwezig zou zijn, maar die was verlaat. Ik ben weggegaan voordat hij daar aankwam. En met wat ambtenaren van het Rijk. En toen dacht ik van, dit is niks voor mij. Dit is niet waar ik het voor doe. Ja. Dus... ja, en ik denk dat wij, als ik het breder mag trekken... ik denk dat het ontzettend belangrijk is om natuurlijk je niet vast... ik vind dat je je tanden niet moet blijven zetten in NTA specifiek. Kijk, NTA is natuurlijk een instrument geweest. Een instrumentarium, wil ik zeggen. Onder de vele instrumentaria... Die in een bepaalde manier van denken over welke plaats moeten we de islam in Nederland geven, gestalte krijgt. En dat bedoelde ik met te zeggen net met, ik zie het zelf als een onderdeel van islamofobie, wat weer om zijn beurt een onderdeel is van culturele hegemonie. En als ik dat... Er zijn heel veel theorieën over waar gaat het uiteindelijk om. Het is, als je naar andere landen kijkt, dan zul je ook bepaalde gemene delers zien met wat hier gaande is. Voornamelijk Frankrijk. Maar ga je kijken naar bijvoorbeeld Duitsland, de alternatieve Duitsland. Ga je kijken naar zelfs Griekenland. Daar heb je iets wat de Gouden Nachtegaal heet. Gouden Dageraad, sorry. Zwitserland, de Volkspartij. Dit zijn allemaal islamofobe partijen. Nederland PVV. Vlaams Blok bij onze zuidenburen, weet je wel. Als je dat allemaal in perspectief zet... Dan denk ik zelf dat het uiteindelijk te maken heeft... ten opzichte van de islam met hegemonie, culturele hegemonie. In de zin van... we moeten de plek van de islam zoveel mogelijk beperken... zodat de overtoon toch ligt bij de... kenmerkende westerse normen en waarden... die de leidraad dienen te vormen van hoe je je hier dus beweegt en moet gedragen. En, ja. Mag ik je dan twee vragen stellen? Want je noemde PVV, Gouden Dageraad enzovoort. Maar dat zijn natuurlijk niet de partijen die het overheidsbeleid maken. Ik bedoel, dat is door andere partijen. Dus hoe zie je dat dan precies? En tweede vraag... wat betekent dat dan zeg maar, voor jouw positie als imam die met jongeren werkt? Hè? Dus stel bijvoorbeeld, dadelijk heb je weer een groepje jongeren die wil uitreizen naar Oekraïne. Zeg je dan, oké, maar ik kan daar beter maar niks meer mee doen? Of ga je het dan toch doen en dan toch weer met de overheid samen? Of hoe zie je je rol daarin? Nou, dat zijn twee hele treffende vragen. Allereerst natuurlijk wat je... Ja, tuurlijk, de partijen die ik net noemde, dat zijn natuurlijk geen... die vormen niet in de regel het beleid van het land. Maar ik denk wel dat het een goede toetssteen is als weerspiegeling van... wat een groot gedeelte van de burgers verlangt in een bepaald land. En die ruimte is er gewoon natuurlijk ook in democratische bestellen... dat vind ik ook helemaal niet erg. Alleen waar we voor moeten waken is het feit natuurlijk... dat er genoeg tegengewicht gegeven dient te worden. Dat dit soort partijen niet te veel gevoed worden. Dusdanig
dat het dus dusdanig grote partijen gaan worden, dat ze op een gegeven moment wel een hele belangrijke rol gaan hebben in het beleid. En met betrekking tot het tweede stukje, Martijn, wat je zei over wat betekent dat voor mij, dat vind ik ook een hele belangrijke vraag. Nee, ik denk niet dat het mij dus in negatieve zin met betrekking tot waar ik voor sta heeft beïnvloed. Want ik bekijk toch nog vanuit het perspectief, zoals ik dat gisteren heb gedaan, doe ik dat vandaag nog, vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Wat heeft die nodig? Maar er komt er een sorry, want ik weet dat je wat wil vragen. Maar dan komt de gemeente en die zegt van, je moet wel met ons samenwerken om de jongeren het goede pad op te sturen. Dat stukje, dat is veranderd. Dus je zou, die samenwerking, daar zou je niet wat voorzichtiger mee zijn? Daar ben ik veel voorzichtiger in. Ja, zeker. Ik ken een imam die werd, die ik persoonlijk ken, die werd benaderd dus door een zuster, een jonge dame, die via familieleden, die had uitreisplannen in de tijd dat het nog hip was om naar Syrië te gaan. Die had uitreisplannen en hij werd gevraagd, kan je met haar in gesprek gaan? En het eerste, vertelt hij, waar hij aan dacht is, straks ga ik met haar in gesprek en een week later vertrekt ze. De kans is groot dat zo iemand natuurlijk al lang in kaart is gebracht en wordt afgeluisterd en gevolgd. Dan is hij straks de imam die een week voor haar vertrek contact met haar heeft gehad. Ja. Weet je wel? Dus de sfeer is zo schimmig geworden. Ja. Dat je zelfs een heel oprecht goed bedoeld gesprek met zo iemand niet eens meer durft te voeren. Omdat je straks bang bent dat jij degene bent die vermeld wordt als haar laatste contactmoment vlak voor haar vertrek. Dus wat is jouw rol dan geweest? Dus dat is heel bizar. Er is dus een vertrouwensbreuk ontstaan. Ja, door het handelen van de overheid bereiken ze eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ja. Het is enorm contraproductief. Ja. Mensen die wel bijvoorbeeld zeggen van ik neem een aantal mensen onder mijn hoede. In sommige gevallen durven dat niet eens meer. Vanwege de enorm eenvoudige verbanden die soms gelegd worden. Juist. Ja. Waarbij diegene straks gewoon misschien wordt opgepakt of wat dan ook. Ja, ik ken ook een exact het voorbeeld wat jij noemt, ken ik ook van twee mensen die in eerste instantie niet met zo iemand in gesprek durfden, omdat ze bang waren, ja, daar gaat hij. Ja. En wie heeft dan het laatste gesproken? Ja. Uiteindelijk hebben ze allebei gevraagd of ik samen met hen in gesprek wilde. Of dat nou echt geholpen heeft, weet ik ook niet. Maar, je bent tenminste wit en geen moslim. Ja, dat scheelt. Dat scheelt. Je krijgt het voordeel van de twijfel. Ja, ten dele. En, maar ja, dat geeft wel precies aan wat je zegt. Van, je spant eigenlijk zeg maar, het paard achter de wagen. Ja, ik bedoel, je wil de democratische rechtsstaat, het vertrouwen in de rechtsstaat, dat wil je redden met je antiradicaliseringsbeleid. En wat doe je? Je ondermijnt het. Tegenovergestelde. En ik merk het in de gemeenschap ook heel erg. Kijk, 10, 15 jaar geleden schrokken we nog heel erg als er een nieuwsbericht verscheen met hey, er is een radicale imam, die is operationeel. Maar tegenwoordig zie ik hoe cynisch mensen daarop reageren. Ja. Want iedereen is het tegenwoordig. Ja. En dus het is bijzonder contraproductief. Rafik, sorry, wil je wat zeggen? Nee, ga je gang zeggen. Laatste vraag. Wat nu? Bij wie ligt nu de bal? Ligt die bij de moslims? Ligt die bij de overheid? Kunnen we die vertrouwensbreuk nog repareren? Jouw ervaring natuurlijk. Ja, ik denk zelf, mijn ervaring is vaak gekoppeld aan de wijze waarop ik überhaupt de manier van omgang met de gemeente benader. En die heeft veelal te maken met hoe zit ik er gevoelsmatig in en kan ik dit verantwoorden ten opzichte van God. Klinkt misschien allemaal zweverig, maar ik denk toch aan bepaalde versen. Dan komen er toch bepaalde versen bij mezelf. Ik denk bij mezelf, oké, maar die leren ons eigenlijk dat we zelf competent moeten zijn en zelf aan onze zelfredzaamheid moeten werken. Er is een gezegde in het Arabisch grof vertaald. Als je met je vinger naar iemand wijst, dan wijzen er vier naar jezelf. Weet je wel, met andere woorden, ik denk dat we onszelf toch wel een spiegel voor moeten houden. Waar staan we nu? Waar willen we zijn straks, over een jaar of 10, 20, voor onze jongeren die nog verder assimileren? Is dat wat we willen? En hoeveel van wat wij hebben meegekregen,
willen wij ook weer doorgeven? Dat is denk ik heel belangrijk om, om die vraag dus minder afhankelijk maken überhaupt. Veel oplettender zijn wanneer het gaat om afspraken, commitment aan gemeentes, gemeenten en natuurlijk over andere overheidsinstellingen. In die gesprekken op voorhand denk ik al heel duidelijk zijn over waar dient het gesprek voor. En maar ook, dat vind ik, dat besturen van islamitische instellingen en centra, moskeeën, dat die transparanter moeten zijn naar de achterban wanneer het gaat om het soort gesprekken wat het bestuur met overheidsinstellingen voert. Dus vooral met de gemeente dan? Ja, vooral met de gemeente, ja, in eerste instantie. En die transparantie die ontbreekt, en als die transparantie ontbreekt, krijg je dus geen homogene, ja, je krijgt geen eenheid. Omdat het altijd is bestuur versus achterban. Ja. En dat moet opgeheven worden. En dat kan je alleen maar opheffen, denk ik, als er volledige transparantie is op alle niveaus. Dus zowel, zowel op religieus niveau, dus met andere woorden, wat de imam verkondigt, hoe komt hij daaraan? Communiceert hem met je achterban. Mm-hmm. Wat is de stroming? Welke boeken gebruikt hij? Nodig je, je achterban uit als bestuur om een kijkje te nemen in de bibliotheek van de imam? Dat soort zaken. Mm-hmm. Maar ook vooral natuurlijk op financieel niveau. Hang één keer per maand, doe je beamer aan en zet erbij wat het saldo is van een bankrekening. De hele dag desnoods, weet je wel. Zet het op YouTube, weet ik veel wat. Maar belangrijker dan dat is ook natuurlijk de gesprekken, bijvoorbeeld met de ruimtelijke ordening, met politie, veiligheid en gemeente op alle vlakken. Bespreek dat met je achterban. Juist. Dus meer zelfredzaam zijn. Ja. Openheid naar de achterban. En proberen zelf op te zetten, zodat je zelf, ja, zelfredzaam bent, uiteindelijk. Ja, minder afhankelijk, minder afhankelijk maken. En misschien ja, wat minder transparant richting de gemeente zijn. Minder transparant richting de gemeente. Ja, daar begon ik met de voorzichtigheid natuurlijk. Nou, we hebben iemand die in de politiek heeft gezeten, dus misschien kan die genoeg aanvullen. Nordin, we hebben elkaar een tijdje geleden hier ook gesproken. En toen zat je nog in de politiek. In de tussentijd ben je uit de politiek. Wat was de reden, Nordin? Wat was de reden om uit de politiek te stappen? Die vraag is me niet zo lang geleden nog even gesteld. En het was natuurlijk een aantal factoren. Maar belangrijk te zeggen is dat ik ongeveer 10 jaar in de politiek een rol heb gespeeld. Mm-hmm. En toen ik begon, doe je dat met de ijdele hoop om toch een beetje die bakens te verzetten, de aandacht ergens op te kunnen vestigen, het debat aan te gaan en te komen tot nieuwe inzichten, omdat je wat toe te voegen hebt. Die overtuiging had ik toen en dat was ook zo. En ik heb 10 jaar lang, samen met heel veel anderen overigens, binnen NIDA, eigen partij, hebben we echt oprecht een goede bijdrage willen leveren, een alternatief willen zijn. Ja. En persoonlijk zat er voor mij niet veel meer in. Ik kwam erachter dat als ik dat die insteek, die oorspronkelijke insteek om iets te veranderen, die zou dreigen te veranderen in de insteek dat als ik te lang nog zou blijven zitten, dat ik eigenlijk niks meer verander, behalve dan dat ik persoonlijk, zeg maar, door het systeem ben veranderd. Dus dat was enerzijds. Twee, ik had ook een hele hoge tol geëist van mijn persoonlijke omgeving, familie, vrienden. Het gaat natuurlijk ten koste van tijd moet je gewoon zorgvuldig besteden. Die balans die was niet altijd eerlijk en goed. Nee. Maar vind je de partij goed achtergelaten in de handen van goede mensen? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, de partij goed achtergelaten. NIDA heeft nooit het probleem gehad van niet transparant naar de achterban. We zijn vanaf meet af aan een ledenpartij geweest. De leden hebben altijd zelf kunnen beslissen welke richting, wie, wat, hoe. Dus we hebben altijd ALV's gehad, we hebben altijd inspraak gehad, altijd transparantie gehad. Dus ik heb niet die partij aan iemand in handen. Ik was een onderdeel van die partij in een rol. Zo moet je het zien en zo zou het moeten zijn. Ik was dienstbaar aan die partij.
Maar zo zagen de mensen het misschien niet, hè? Want ze zagen jou als... Ja, maar kijk, ik weet, heel veel mensen zagen jou als het gezicht en waren blij dat je daar zat. Want eindelijk iemand die voor ons opkwam. Nee, dat klopt. Ik was het meest zichtbare stukje van de partij. En dat ik snap hoe het werkt. En bovendien ben ik het enorm eens wat Oestad ook naar voren bracht. Wij moeten ook onze jongeren en wij zelf moeten ons meer trainen en scholen in hoe je in bestuurlijke zin zeg maar verantwoordelijkheid kan dragen. Zonder dat personen daarin belangrijk zijn, maar meer het collectief of het idee en iedereen daar een rol in kan spelen. Dus ik denk ook de gebrek aan ervaringen in, laten we zeggen, op een goede manier verenigen. Een rol spelen maakt ook dat mensen misschien heel snel ergens vanuit gaan van, oh, dat is zijn partij. Ja. Of hij heeft het daar helemaal alleen voor het zeggen. Dat is dus echt niet zo, nooit zo geweest. We hebben gewoon, onze programma's werden vastgesteld, werden geamendeerd, aangepast. Dingen kwamen erin, dingen kwamen eruit. Heb ik hem gewoon aan te houden. Ja. Dan werk je wel zo dat je vertrouwen aan de voorkant krijgt. Dus ik kreeg altijd het vertrouwen, alhamdulillah. Daar ging ik heel zorgvuldig mee om. En je legt verantwoording altijd achteraf. Maar je legt altijd verantwoording af. Dat moeten we ook leren. Ja. Naar je schepper in eerste instantie, maar dat hangt heel erg van de personen zelf af. Ja. Hoe ze in het leven staan. Maar ook naar de gemeenschap en in het bijzonder natuurlijk in ons geval naar je leden. En breder naar de maatschappij. Ja. Want die rol heb je. En wat doe je nu? Nu ben ik in een andere rol. Ik ben uit de politiek, zit er nog heel dicht op. Ik ben directeur-bestuurder bij Spior. Spior is een koepelorganisatie in regio Rijnmond. Mm-hmm. Bepaalde onderdelen zijn zelfs landelijk. En we hebben ongeveer 74, nog een aantal op de wachtlijst, 74 aangesloten islamitische instellingen in regio Rijnmond die bij ons aangesloten zijn. En dat zijn niet alleen moskeeën? Het zijn niet alleen moskeeën. Je kan ook denken bijvoorbeeld aan een islamitische voedselbank, verenigingen die iets andere maatschappelijke taken zijn. Maar ze hebben wel allemaal een islamitische uitgangspunt. Hè? Ze zijn op dat punt voornamelijk samengekomen. Ja. Dus staat vaak ook in hun statuut. En het doel van Spior dan op dat vlak? Wat... Als koepelorganisatie, onze missie is eigenlijk heel simpel. Samen verenigen om te groeien. Dat is het. Te groeien naar? Te groeien naar en als in onze maatschappelijke positie als moslimgemeenschap. Dus samen verenigen om te groeien in onze maatschappelijke rol, in alles wat raakt aan moslims in dit land. Ja, maar dan heb je een islamitische voedselbank. Wat is de volgende stap? Dat moet je aan die organisatie vragen. Ja, maar wat betekenen jullie... Nee, een andere vraag. Dan hebben Ik kan heel goed uitleggen wat Spior doet. Spior doet op dit moment, maar dan leg ik gewoon even uit. Er zijn eigenlijk 5 gebieden waar we op actief zijn. Mm-hmm. 1 gebied is islamitisch vormingsonderwijs. Dat is een taak dat Spior al 30 jaar doet. Dus op openbare basisscholen, veel mensen weten dat niet. Maar op openbare basisscholen is er een regeling vanuit het ministerie van Onderwijs dat je vormingsonderwijs kan geven vanuit de verschillende denominaties. Dus dat geldt dan voor de katholieke, Joodse, protestantse, dus ook islamitische denominatie. Dat als er 7 leerlingen op een openbare basisschool zitten, waarvan de ouders zeggen, wij zouden ook graag wat extra willen doen aan die islamitische vorming in de basis, dan wordt dat gefinancierd van het ministerie van door het ministerie van Onderwijs en is Spior de uitvoerende organisatie. Dat is 1 ding. Dus dat gaat via jullie dan? Ja, de uitvoer gaat via ons. We hebben gecertificeerde, opgeleide docenten in dienst en die worden dan naar de scholen gestuurd die daarvoor in aanmerking komen. Landelijk of in Rijnmond? Landelijk, dus van Groningen tot aan Maastricht en alles daartussen. En dan krijgen de kinderen islamitische les op school? Islamitische vormingsonderwijs op school, ja. Dus dat op openbare scholen? Op een openbare school, ja. Bijzondere scholen niet natuurlijk, want die hebben hun eigen denominatie. Maar de openbare basisscholen hebben een speciale positie daarin. Die zijn eigenlijk voor iedereen ook toegankelijk. Dus dat geldt ook voor wat ik zei, de andere denominaties. Als mensen behoefte hebben op een openbare school aan katholieke vorming, dan is dat ook, wordt daar ook in voorzien. We hebben een onderdeel wat heet Spior Maatschappelijke Ondersteuning. Daar draaien we maatschappelijke projecten, vaak in samenwerking ook met lokale of rijksoverheid, maar ook met fondsen en ook middelen vanuit aangesloten organisaties. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan het tegengaan van eenzaamheid binnen onze gemeenschap. Mm-hmm. Want daar kan ik je schrijnende voorbeelden van geven. Ja, dus dan gaan we vrijwilligers koppelen bijvoorbeeld aan eenzame ouderen. Mm-hmm. Moeder die altijd voor het gezin heeft gezorgd, man komt te overlijden, kinderen gaan het huis uit, spreekt
misschien geen Nederlands of is altijd afhankelijk geweest en staat er alleen voor. Dit soort dingen, nou, dat is een project dat het rijden heet Ouderdom komt met vragen. En hoe krijg je die meldingen dan binnen? Is dat vanuit de gemeente? Vanuit onze organisaties. Okay, dus vanuit, maar we werken wel samen met de gemeente, want je moet begrijpen, de gemeente heeft ook een afdeling die zich inspant voor sociale vraagstukken. Ja. Werkgelegenheid, zorg, noem maar op. En we zien continu dat die aansluiting vanuit onze achterbannen onvoldoende goed worden gemaakt vanuit de overheid. Juist. Omdat ja, die infrastructuren sluiten niet altijd goed bij elkaar. Aan, op elkaar aan. En wij kunnen daar een rol in spelen. Maar het kan ook over talentontwikkeling gaan. Het kan ook over projecten gaan. Over het professionaliseren van onze organisaties. Bijvoorbeeld, welke belastingregels zijn er? Waar moet je je aan houden als je bijvoorbeeld je boekhouden goed op orde wil hebben? Of als je vrijwilligers in dienst hebt, weet dat je bijvoorbeeld, dat soort echt praktische zaken. Ja. Vrijwilligersmanagement, et cetera. Dat doet SMO, Spior Maatschappelijke Ondersteuning. Dan hebben we een onderdeel wat gaat over islamitische begraven in Rotterdam. Dat willen we realiseren. En dan moet je ook met de gemeente aan tafel om een stuk grond te kunnen krijgen. Ja, ja. Dus, dat doen we ook. En vervolgens hebben we NPO. Dat staat voor Monitor Politieke Ontwikkeling. Daar hoor je binnenkort meer over, want we moeten nog officieel lanceren. Maar dat is eigenlijk de organisatie die de politiek heel erg gaat monitoren. Met name over zaken die moslims raken. En dan hebben we het niet alleen maar over onderwerpen als ritueel slacht. Maar het kan ook de woningmarkt zijn. Of echt in de meest brede zin. Nou, eigenlijk raakt alles aan ons. Zelfs een fileprobleem. We staan er ook in, toeslagaffaire. Ja. Maar in ieder geval iemand die dat scherp gaat monitoren. Wel specifiek vanuit onze perceptie. Dus ook onderwerpen die dichter bij ons staan. Dan wel waar we een nadrukkelijker belang hebben. En die dat ook helder moet gaan communiceren naar de achterbannen. Niet alleen de onderwerpen, maar ook wanneer wordt wat besproken, door wie stemt, wie zegt, wie vindt wat. We moeten daar veel meer ontsluiten naar onze organisaties. En we gaan ook onderzoek doen, mondjesmaat. Want ja, ik kan wel zeggen, ik denk, ik vind. Maar we moeten proberen echt veel beter, ook als we bij die overheid aan tafel zitten. Ja. Zeggen van, het is niet dat ik dat denk of dat ik dat voel, want ik kom uit die gemeenschap. Nee, dit is wat we even hebben kunnen toetsen. Hier gaat het over, en als we het hebben over dat thema wantrouwen. Wat zeker ook raakte aan die onderzoeken in verband met de NTA. Dat is het hem niet alleen. Dat wantrouwen, dat is veel breder overigens. Veel breder, ook veel breder dan de moslimgemeenschap. Ja. Laatste onderzoeken, ik denk ook vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam, kwamen ze uit op ongeveer een percentage van 30%. Dan hebben we het over alle Nederlandse staatsburgers die aangeven nog vertrouwen te hebben in onze overheid. Ja. En het snijdt dieper binnen de gemeenschappen die wij vormen. Dus gemeenschappen van kleur. Ik neem het iets breder. En dat komt natuurlijk omdat decennia lang er veel negatieve ervaringen met de overheid zijn. Dan is het niet alleen maar de toeslagenaffaire of een POCOP of een NTA, maar dan is het ook gewoon etnisch profileren op straat. Dus het is ook gewoon discriminatoire beleid die je gewoon echt merkt en voelt onder advisering in het onderwijs. Het zijn allerlei ervaringen waardoor mensen eigenlijk het gevoel hebben, die overheid werkt mij tegen. Terwijl, en dat vind ik, want ja, ondanks dit gevoel, we moeten er echt ons toch proberen ons tegen dat gevoel te verzetten. Niet vanuit een naïviteit, maar die overheid, dat zijn ook wij. Dus we moeten hoe dan ook aan tafel. En we moeten hoe dan ook, en ook stevig dat gesprek voeren. Van het eerste wat ik riep, was het is echt een stevige vertrouwensbreuk. En dat zeg ik nog steeds. Maar je hebt ze nodig, je blijft ze nodig. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we geen voorwaarden hebben in hoe we met elkaar omgaan. Ja, dus wij zouden vanuit ons, want hier is een vertrouwensbreuk. Ja. Hij is vanaf nu voorzichtig met het aangaan van een werkrelatie met de overheid. Ja. Hier is Spior die juist eigenlijk samenwerkt met de overheid om dingen gedaan te krijgen voor de achterban. Maar wat je eigenlijk zegt is dat wij ons veel beter moeten bewapenen. Ja. Om dingen gedaan te krijgen en niet de deur moeten, wij moeten te wagenwijd moeten openen voor de overheid. Nee. Ik zeg, wij moeten naar nieuwe relaties werken. Het is ook gewoon zo dat die overheid moet gaan leren om met de nieuwe generatie moslims, even in dit geval, om te gaan. Ja, maar hebben we dan niet een sterke lobby nodig? Ja, ook. We hebben heel veel dingen nodig. Maar hij zei het net terecht. Als je met één vinger wijst naar de overheid, moet je met vier vingers naar jezelf wijzen. Ja. Want kijk, en weet je, ik wil er echt niks aan afdoen, maar de eerste generatie moslims in dit land, die echt fantastische dingen ook voor elkaar heeft gekregen, die zat met een hele andere houding tegenover die overheid. Te gast, niet te veel, niet te moeilijk doen, niet te veel vragen. Ja. Vooral meewerken als er wat wordt gevraagd. Dus dat was een andere verhouding. En wat wij eigenlijk richting de overheid zeggen, we hebben elkaar nodig.
En we zitten ook echt aan tafel om over alles te praten wat iedereen raakt. Maar we willen geen speciale aparte behandeling. We willen dezelfde behandeling als ieder ander Nederlandse staatsburger. Met andere woorden, als wij hier zitten, dan zitten we hier als gelijken. Mm-hmm. En dan dienen we een gezamenlijke agenda. En bovendien willen we niet met de overheid alleen maar aan tafel zitten als het gaat om de veiligheid. Of als het gaat om de risico's, fraude, controle. Wij willen met de overheid aan tafel om een tal van onderwerpen waar onze mensen echt dag in dag uit mee worden geconfronteerd. Een sociale agenda. Ja, maar nogmaals, die boodschap die is gegeven. Ja, maar nogmaals, dan heb je een sterke lobby nodig. Ook? Ja, en dan heb je dus mensen nodig die die lobby ook gaan uitvoeren. Hebben we die? Is er een lobby op dit moment voor de islamitische gemeenschap die zeg maar bij de Tweede Kamer kan aankloppen en zeggen, hé, luister, mijn achterban, dit is er aan de hand, dit is wat we moeten doen. Weet je, het mooie misschien. Soms kunnen uit lelijke dingen mooie dingen ontstaan. Nou, laten we zeggen dat het NTA-onderzoek, en overigens ben ik het helemaal met je eens dat de focus niet per se NTA is, maar echt de overheid die dit financiert mogelijk maakt. Ja, oké, alleen het probleem, maar sorry. Het mooie, ja, klopt, ik wilde net eigenlijk al inhaken. Het NTA is nu wel het gezicht geworden. En het NTA is nu wel degene naar wie wij nu gaan kijken en zeggen, ja, dat is wat jullie hebben. En daar hebben ze ook zelf voor gezorgd. Ja, maar dan hebben wij als moslims zelf iets niet goed op orde. Want dan ga je al met je lobby. Dat wijzen naar een organisatie is misschien ten dele zeker terecht. Maar het zorgt vooral voor verdeling onderling. Waar je naar moet wijzen is naar die overheid die het heeft gefinancierd, die dit soort zaken mogelijk maakt. En overigens gaat het niet alleen maar om dit vraagstuk. Dit is iets wat nu dan door het NRC is opgepikt. Maar er zijn talloze acties die misschien wel ook door anderen worden. Nee, maar dat is wat ik bedoel. Wij gaan op een... Laten we zeggen dat er uit iets lelijks, want dat was je vraag, uit iets lelijks iets moois is ontstaan. We hebben tot zover, ik weet, nooit echt een goede, stevige lobby gehad. Gaat die er komen? Ja, want ik zie nu even ook aan de hand van wat we nu meemaken in dit vraagstuk met de NTA. En het is wat mij betreft maar de druppel, want het gaat ook over toeslagaffaire, et cetera. Dat we in ieder geval vanuit de regionale koepels, en dat zijn ongeveer 470 islamitische organisaties die wij vertegenwoordigen met elkaar. Dus dan zie je dat je elkaar weet te vinden. Mm-hmm. We vergaderen wekelijks en we hebben meerdere acties weten uit te zetten. En dit is misschien wel de eerste, denk ik, echte stevige lobby die ik me kan herinneren, die we als moslimorganisaties collectief uitzetten richting zowel de lokale overheid als het rijksbeleid wat uit is gevoerd. En als dat nou wordt doorgepakt en niet alleen maar blijft haken op dit onderwerp, maar eigenlijk het hele spectrum gaat beslaan, dan is dit misschien... En wat is die lobby dan? De overheid ter verantwoording roepen voor wat er gebeurd is aan spionage? Ja, in dit geval is het vooral een lobby die toeziet dat de grondrechten van de moslimgemeenschap gerespecteerd worden, dat de verantwoording wordt afgelegd en dat er ook gewoon toezeggingen worden gedaan dat dit nooit meer gebeurt. Dat we op een andere manier aan tafel gaan zitten, ook met een andere agenda aan tafel. Dat is de lobby nu. Daar zetten we, doen we eigenlijk, maken we gebruik van alle middelen die de rechtsstaat ons biedt. Dus de ombudsman, autoriteit persoonsgegevens, eventuele gang naar de rechter. Alles wat we kunnen aanschrijven hebben we volgens mij vanuit dit collectief aangeschreven. En ik moet zeggen dat levert al nu mondjesmaat wat op. En dat terugkoppelen, dat is essentieel. Ik koppel terug naar mijn aangesloten organisatie. Toen het NTA-onderzoek bekend werd, hebben we meteen een raad van aangeslotenen bijeengeroepen. En dan zie je dat het echt leeft. En inderdaad, dat moslims dit echt als een dreun hebben geïncasseerd. Dus dat is echt denken van, joh, weet je van, de wijkagent is hier elke keer. De burgemeester is bij ons. Waarom gaan we zo met elkaar om? Ja. Nou, dat is een beleid. Dat is een beleid. Maar wat ik hiermee probeer te zeggen is dat we ook de verantwoordelijkheid hebben, één, om mensen bijeen te brengen, dit te bespreken, om vervolgens de geluiden en de signalen, we hebben toen meteen een verslag gemaakt van die bijeenkomst en die neergelegd bij de gemeente. Maar luister, dit is wat onze gemeenschap hiervan vindt. Dus ga maar uitleggen, ga maar werk maken van dat herstellen van vertrouwen. En vervolgens, als we dan stappen zetten richting die overheid, dan moeten we ook terugkoppelen wat die stappen zijn en wat dat eventueel wel of niet heeft opgeleverd. En daar is ook nog een wereld te winnen. Ja. Daar geef ik je echt 100% nog gelijk in. Dus wat dat betreft is het... Er is nog heel wat te doen. Er is echt nog heel wat te doen. Als ik een vraag mag stellen. Je hebt dat NTA-verhaal en daar zit Rotterdam dan ook in. En Rotterdam, of gemeente Rotterdam, heeft zich daarbij verdedigd door te stellen, we moesten dit zo doen, want anders krijgen we sociaal wenselijke antwoorden. Wat overigens niet alleen een sneer is naar de moslims, maar ook
naar wetenschappelijk onderzoek wat mij betreft. Maar in feite zegt dan de gemeente, ja, we hebben dit onderzoek gedaan, want we wantrouwen moslims. Ja, en nu je erover begint, wil ik nog wel een keer herhalen dat we moslims wantrouwen. Ja. Wat ga je daar nu als lobby tegen beginnen? Want, kijk, ik bedoel, er kunnen fouten gemaakt worden en er kunnen verkeerde inschattingen gemaakt worden. En natuurlijk dan, en daar werken mensen, dus dan ga je met mensen om de tafel zitten om het te herstellen. Maar wat ga je lobbyen tegen, tegen het wantrouwen vanuit de overheid? Nou ja, je hebt hier helemaal een punt. Dit is ook zeker een punt van onderwerp geweest. En daar is ook excuses voor gemaakt en ook uitgelegd. Ik wil niet, kijk, ik moet het even doen met de uitleg. Uitgelegd dat daar niet mee bedoeld werd hoe het overkomt. Het verhaal van de gemeente Rotterdam even in deze casus was, we hadden toen de tijd te maken met, wat was het nou? De coup-poging in Turkije. En toen hadden we een groep vanuit de Turkse gemeenschap, die als Gulenisten aangewezen konden worden. En die durfden zich niet uit te spreken. En dat zeiden ze ook. In publiekelijk kunnen wij niet aangeven wat we vinden, waar we staan. Want het kan consequenties voor ons hebben. Dus moest het heimelijk. Dit was de uitleg die daarbij gegeven was. Even bij dat zinnetje. Neem niet weg dat ik echt heb aangegeven dat we moeten werken aan nieuwe verhoudingen. Dus de lobby zit hem in dat we moeten leren vanuit het verleden en dat je ervan moet vergewissen dat de overheid ook doorheeft dat de wijze waarop men gewend was om te handelen en te werken, dat die wijze van werken consequenties heeft. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Ja. En je moet dus ook zorgen dat het wordt gevoeld door ook alles te doen wat de rechtsstaat mogelijk maakt om de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn ook tot de orde te roepen. Dus dat betekent dat we de politiek moeten belopen. Maar ja, daar heb ik het minste vertrouwen in. Want ja, laten we wel wezen, islam als onderwerp in het politiek bestel is gewoon een electoraal verdienmodel. Hoe harder je... Ja. Sommigen zeggen van hartstikke goed dat gebeurt. Ja. Dus moet je terug naar eigenlijk iets wat buiten beschouwing staat of buiten de discussie staat. Dat is namelijk de constitutie. Als de constitutie, als de juridische basis ontbeert voor dit soort beleid, dan moet je daarop inzetten. Ja, terug naar de basis. En terug naar de basis en zorgen dat daar ook consequenties voor zijn. En ik heb ook in ieder geval richting de Rijksoverheid twee zaken moeten gebeuren. 1, transparantie en 2, correctie. Op het moment dat de fouten zijn gemaakt, moet dat worden gecorrigeerd. Als ik door rood rijd, krijg ik een bekeuring. Maar als een bestuurder iets doet wat niet mag, dan moeten daar ook gevolgen voor zijn. Ja. En zo kan je dat vertrouwen herstellen. Ja. Nou, ik nodig je graag over een jaar of twee weer uit. En dan kijken we hoe ver we dan op dat moment staan in het hele lobbyverhaal en de resultaten daarvan. Graag. Ik ben altijd bereid om langs te komen. Dus. Martijn, antropoloog. Ja. Je hebt onderzoek gedaan naar het activisme binnen de moslimgemeenschap. We hebben het hier over hoe creëren we eenheid binnen de islamitische gemeenschap. Nou, we hebben een aantal problemen ondervonden. Dat activisme waar jij onderzoek naar hebt gedaan, kan dat resulteren in een soort eenheidsvorm binnen de islamitische gemeenschappen? Of gaat het zorgen voor nog meer verdeeldheid? Dat is zeker een vraag. Ben je wel aan het goede adres, denk ik, bij mijn onderzoek? Want het kan alle kanten op. Kijk, we hebben natuurlijk in Nijmegen de onderzoek gedaan met, dat is al jaren, een paar jaar terug, met de mensen van Sharia voor België en Sharia voor Holland. Ja. Nou, dan ga je de oorlog niet meer winnen. Nee, dat is wel gebleken. En dan ga je geen eenheid meer krijgen. Nee. Maar we werken bijvoorbeeld ook met de mensen van Muslim Rights Watch en van Meld Islamofobie. Hè, die op vergelijkbaar terrein actief zijn, maar op hele verschillende manieren. Die kunnen denk ik wel degelijk wat betekenen. Maar dan heb je het. Dat was op zich, inhoudelijk kun je er alle vraagtekens bij hebben, maar op zich gold dat ook voor Sharia voor België, Sharia voor Holland. Dat was een soort voorhoede. Ja. Zij doen bijvoorbeeld het lobbywerk. Zij zijn degene die de straat opgaan, maar die ook de moskeeën ingaan om de discussies te voeren. Dus ik denk dat je dat nodig hebt en daarbij, kijk, eenheid is ook een soort valkuil.
Want eenheid brengt ook altijd een enorme sociale druk met zich mee. Hè? Mm-hmm. Mensen moeten zich daaraan conformeren. A, is dat, zitten we wel in de tijd dat je dat nog voor elkaar kunt krijgen? Sowieso. Maar moet je dat ook wel willen, eigenlijk? Want daar gaat ook een zekere onvrijheid van uit. Tegelijkertijd, als je helemaal geen eenheid hebt, ja, dan komt er ook geen activisme. Dus een zekere mate van eenheid heb je ook wel nodig. Maar als je erop gaat zitten wachten, ja, dan kun je wachten tot je in ons weegt. Tegelijkertijd, ik neem eigenlijk... en het interessante is, mijn studenten vragen dit ook heel vaak aan mij. Hè, van moeten dan die moslims niet meer in eenheid? In ieder geval eenheid op bepaalde gebieden. Ja. Om een doel te kunnen bereiken, bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik wel. En kijk, als ik het met mijn studenten dit bespreek, geef ik het voorbeeld van de boeren. Ja. Die dus op een gegeven moment in het Brabantse provinciehuis komen met maar liefst 32 verschillende organisaties. Ja. Die het echt niet met elkaar eens zijn. Niet op alle vlakken? Op heel veel vlakken niet zelfs. Maar die wel in staat zijn dus om dat gesprek te voeren met de provinciale overheid en hun eisen op tafel te leggen. En natuurlijk niet op alle terreinen hun zin krijgen, want zo werkt het. Ja. Je moet compromissen sluiten. Ja. Maar dat zijn veel verschillende organisaties die inderdaad op een aantal thema's wel degelijk een eenheid kunnen bereiken. En dat heeft denk ik ook te maken met... En dat geldt dus niet alleen voor de boeren of voor de moslims of voor anderen. Jonge mensen, die kun je vaak niet verenigen door te stellen van... Kom, met alle respect, Noordin, we worden nu allemaal lid van NIDA. Zo werkt het niet. Je moet je bewijzen op een aantal issues. En je moet dingen binnenhalen. Daar willen jongeren zich wel aan... Conformeren. Ja. En ook meedoen en zich daar ook voor inzetten. Zeker als je aansprekende personen hebt. Dus voor de jongeren heb je een gezicht nodig waar ze zich mee kunnen conformeren? Ja, of misschien een paar gezichten. Hè? Dus ja. Ik noemde al bijvoorbeeld, hè, dus we werken ook, of ik werk veel met de mensen van Meld-Islamofobie, maar ook met de mensen van Muslim Rights Watch. Mm-hmm. Dat zijn echt verschillende. Qua achtergronden, werkwijze, echt andere clubjes. Ja. Maar doen het volgens mij op hun eigen manier allemaal heel interessant en goed. En Meld-Islamofobie draait al wat langer mee. Die hebben echt ook wel een aantal dingen bereikt. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Maar als je nu die analogie met die boeren even doortrekt, waar gaat het dan fout? Waarom lukt het de ene groep wel? Als ik probeer te begrijpen, waarom lukt het sommige groepen beter kennelijk en binnen de moslimgemeenschap minder? Ja, dat is denk ik toch uiteindelijk de houding naar de overheid toe. En ik denk echt dat daar zit de crux. Want kijk, wat er nu iedere keer gebeurt, of dat nu het ministerie van Justitie is, of Sociale Zaken, of de gemeente, dan komt er een plan en iets met integratie of iets met radicalisering of weet ik wat. En daar ga je dan als islamitische organisatie braaf mee naartoe. Op het stadhuis, misschien komen ze wel in je moskee. Maar je bent in feite aan het schaken op iemand anders schaakbord. Ja. Het is niet jouw spel wat je moet spelen. Het is het spel wat de overheid jou... Dus ik denk dat met name islamitische organisaties zelf zich moeten gaan afvragen... moeten wij wel zo achter de overheid aanlopen? En sowieso, los daarvan, waar willen we heen? Waar wil je als islamitische organisatie zijn over 10 jaar? En als want ik probeer, wat je noemde, dat van de boeren, maar... Ik denk dat wij vaak ook als moslimgemeenschap het voorbeeld nemen van de Joodse gemeenschap. Natuurlijk, kijk, we kunnen... De gedachte dat de Joodse gemeenschap een homogene gemeenschap is, dat is achterhaald. Hè. Ik bedoel, al is het waar... Dan hebben we het niet eens over Sefardim, Ashkenazim. Nee, maar dan hebben we het echt over halachisch denken of liberaal denken, hè. Dus dat is ook niet zo'n homogene groep. Nee. Maar toch lijken zij veel meer voor elkaar te kunnen hebben wanneer het gaat om hun eigen veiligheid. Ja, nou, maar dat vind ik echt interessant dat je die noemt. Want tot op zekere hoogte heb je gelijk. Ze krijgen op
punt van veiligheid meer voor elkaar dan de moslimorganisaties. Misschien dat ze een iets makkelijkere opdracht hebben om zich te verenigen. Niet per se een eenheid te zijn, maar om zich te verenigen, zeg maar. Omdat ze ook een stuk kleiner zijn. Ze hebben natuurlijk historisch gezien een andere positie. Maar als je ziet hoe hard zij hebben moeten lobbyen voor die beveiliging, dat is eigenlijk ook schandalig. Dus echt het lobbyen in zichzelf is dus... Ja, dus het is heel belangrijk om die lobby goed uit te voeren. Ja, om die goed uit te voeren. En zij hebben daar echt heel hard aan moeten werken. Wat ik persoonlijk echt schandalig vond, want er was echt, waren serieuze bedreigingen. Dat was voor iedereen duidelijk te zien. Net zo goed overigens als bij de moskeeën. Ik heb gehoord, Martijn, dat van een rabbijn ook, dat de overheid pas begon te bewegen toen de Joodse gemeenschap besloot om bij Joodse scholen eigen beveiliging neer te gaan zetten. Dus eigen mensen, die kregen hun eigen pak en die gingen gewoon voor de scholen staan. En toen kwam de overheid in, want dat wilden ze niet. Want als er wat zou gebeuren, dan had je gelijk een clash. Maar toen is de overheid gaan springen. Maar was het maar zo simpel? Sorry, Martijn. Kijk, die Joodse gemeenschap, als je die wilt vergelijken met de moslimgemeenschap, dan moet je eerst even echt een heel veel aantal zaken benoemen die echt gewoon heel anders zijn. Het was maar alleen maar inderdaad dat de Joodse gemeenschap veel langer aanwezig is in dit land, veel meer ervaring heeft, veel beter toegang heeft ook tot bijvoorbeeld bewindslieden, et cetera. Dat is bij de moslimgemeenschap. Nee, we hebben een achterstand. Enorme. Maar twee, als het gaat om lobby, komt het eigenlijk op het volgende neer. Als je een stevige lobby wilt kunnen voeren, dan moet je iets kunnen geven, bieden, een voordeel aan degene die dan jouw boodschap moet kunnen verder brengen. Of je moet hem iets kunnen afnemen. Dus het heeft een negatieve impuls op het moment dat hij dat niet doet. Nou, nog steeds is het antisemitisme bijvoorbeeld, die kaart is gewoon stevig in Nederland en terecht. En terecht. Antisemitisme is terecht een stevige kaart. Op het moment dat een minister of een politieke partij niet meegaat, bijvoorbeeld in die beveiliging, vroeg of laat, een aantal doen dat wel, en het wordt nationaal nieuws, dan zie je dat een aantal partijen niet hebben gezorgd voor die beveiliging van die. En dat kan electorale gevolgen hebben. Dat is bij de islamitische gemeenschappen heel enorm anders. Ik zeg wel eens, ook als het gaat om de lobby, hoe kan je een juwelier blij maken met een gouden ring? Dat is uiteindelijk wat wij als gemeenschap te bieden hebben. Maar je zit wel tegenover de juwelier die eigenlijk heel veel heeft. De tabaksindustrie lobbyt met baantjes. De oorlogsmachine lobbyt met Dus wat hebben wij? Ja, dus dat is de vraag. Wat hebben wij? We hebben het getal. We hebben het getal. We hebben een stem die we kunnen geven. We hebben een stem die kunnen we afpakken. En op het moment dat je dat bij elkaar brengt, ook als lobbyorganisatie, en leert ook bijvoorbeeld vanuit de organisatie in de Verenigde Staten, ik noem een CARE, weet je, die dat veel beter geregeld heeft. Die gaan gewoon echt collectief. En bovendien is het ook niet alleen maar binnen de moslimgemeenschap jezelf organiseren, maar we moeten een bredere agenda gaan verbinden met bijvoorbeeld andere groepen in de samenleving die op delen dezelfde belangen hebben. Als het gaat om bijvoorbeeld de woningbouw, dan gaat het niet alleen maar over de moslims die daar mogelijk last van kunnen hebben, omdat allerlei woningen worden gesloopt, weet ik wat. Maar dan kan je je verbinden met allerlei mensen vanuit allerlei achtergronden. Als het gaat om de halalslacht, om even voor, dan hebben we een hele stevige lobby met onze Joodse medeburgers. Dus wij moeten als moslims niet alleen maar onszelf beter leren verenigen, maar ook een strategische agenda ontwikkelen waar we met op deelonderwerpen verschillende allianties smeden. Dus we moeten effectiever worden in wat we doen. We moeten het beter weten te verkopen. We hebben of iets te bieden, of het kan schade of weghalen. En op die manier kan je daar veel professioneler en beter in bewegen. Dus we hebben een hoop te leren. Zien dus die wij, vergelijking. Zien wij, Martijn, dit gebeuren de komende 10, 15, 20 jaar? Nee. Zijn we al zo ver om zo zulke organisaties neer te zetten dat ze niet meer om ons heen kunnen? Nou ja, ik bedoel, op zich, er is genoeg kennis en kunde en opleidingsniveau en weet ik het wat je allemaal nodig hebt in de moslimgemeenschappen in Nederland om dat voor elkaar te krijgen. Maar het gebeurt niet, of amper. En ik heb toch sterk de indruk dat zeker de grote islamitische organisaties, de grote moslimorganisaties, een soort van vastzitten. Als ik aan hen vraag, wat voor organisaties zijn jullie over 10 jaar? En wat ga je dan doen voor de vierde generatie moslims? Weten ze niet. Nee, dat weten ze niet. Daar ben ik het mee. Terwijl het antwoord vrij simpel is, hè? Als je niks doet,
gebeurt er ook niks. Dan gebeurt er niks en dan ben je ook niet meer nodig. Ja. En dan ben je geen partij. En dan, ben je heb je geen partij. Invloed. Precies. En, maar je mist dan, denk ik ook... want er zijn natuurlijk best uitzonderingen. We kennen best moslimorganisaties die een hele belangrijke rol... vaak in hun buurtwijk spelen. Op zeg maar, sociaal gebied. Ja. Voor de kinderen, voor moeders, weet ik het wat allemaal. Die ook echt wel gemist zullen worden als die er niet meer zijn. Ja. Want die doen belangrijke dingen ook voor de toekomst van, kinderen. Dus dat zou ook... voor veel mensen op religieus gebied jammer zijn... als die bijvoorbeeld moskeeorganisaties er niet zijn. Maar ook op, voor de samenleving breed ook. Ook, denk ik, op sociaal-maatschappelijk gebied. Dus, terwijl dan bijvoorbeeld organisaties die er maar net zijn... zoals Meldislamofobie, Muslim Rights Watch... maar ook bijvoorbeeld de regiokoepels... die zijn veel verder dan de gewoon... Die gaan veel sneller. Die gaan veel sneller... Dat heeft ook, denk ik, te maken, Martijn, met dat die besturen worden ingevuld door een nieuwe generatie. Verjongerd. Je moet echt kijken dat de grote organisaties, die zijn nog altijd blijven hangen. We hebben bestuurders van in de 80 die daar nog steeds zitten. En ik wil er echt niks aan afdoen, weet je. Iedereen verdient zijn respect en waardering. Maar dat zijn niet, en ervaring is zeker ook wat waard. Maar ook wij moeten met onze tijd. Maar dat heeft niet voor vernieuwing gezorgd. Nee, ook wij moeten, ook de organisaties moeten met hun tijd Absoluut. Dus ik zeg ook vaak, heel veel van onze organisaties zijn even inherent conservatief. In die zin, ze zijn inherent behoudend. Zelfs als er iets verandert, dan komt er vaak een soortgelijk iemand die plek beneden. En daar moeten we vanaf. We moeten eigenlijk echt dat veel meer ontsluiten naar de gemeenschap. In de meest brede zin. En we moeten leren om te gaan met dat deel onderwerpen waar we over verschillen wellicht. Hè? Dus ook kan in theologische zin zijn, maar het kan ook gewoon in meningen zijn. Het hoeft niet altijd in de theologie getrokken worden. We moeten echt leren om te besturen dat op het moment dat je in een bestuur zit... en je met z'n zessen of met z'n zeven een afweging moet maken... en twee zeggen, ja, maar ik ben het er toch niet mee eens... en vijf zeggen, ja, maar we gaan het wel doen... dat die twee niet de hele boel gaan saboteren. De ene keer valt het zo uit, de andere keer valt het zo uit. En het algemeen en die bestuurs, belang. Algemeen belang. Het algemeen belang. Die bestuurscultuur, die ervaringen, moeten wij gewoon opdoen. En ook islam kan daar een bron van zijn om uit te putten en te inspireren. Op het moment dat de profeet iets aangaf, wat ook sallallahu alayhi wa sallam, wat door de sahaba misschien helemaal niet werd begrepen. Of, dan vroegen ze eerst van, komt dit nou van Allah of komt dit van u ook, profeet van Allah? Vrede zij met u. Op het moment dat het van hem kwam, mocht je erover discussiëren. Maar als je dan besluit, ga dan ook gewoon vooruit. En dat kan best achteraf ook niet het juiste besluit zijn geweest, maar leer daarvan. Maar goed, dat is ook een stukje ervaring wat we absoluut. Bestuurlijke ervaring bij onze jongeren. Ja. En daar zijn onze instituten ook verantwoordelijk voor. Onze moskeeën bij wijze van spreken, onze scholen, noem maar op. Die zouden eigenlijk nu al over de volgende generatie moeten nadenken. En dat is in heel veel gevallen niet. We zitten echt nu te wachten. Maar goed, van wie wordt dat... Maar gezien de assimilatie. Ik praat wel even als de pessimist aan tafel. Aangezien de assimilatie, hè, die er gewoon gaande is, dan kunnen we niet. Ik vind dat we dat niet. Is dat dan nog wel nodig? Zijn die lobby's wel nodig? Als de assimilatie die zich nu aan het voltrekken is al zo snel. Is dat zo, Martijn? Is er een assimilatie aanwezig? Ja, kijk, dat ligt er. Een beetje denk ik aan hoe je assimilatie definieert natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, er is zeker assimilatie aan de gang. En dat betekent ook, dat betekent voor een deel dat de moslimidentiteit minder zichtbaar wordt. Maar eerlijk gezegd, ik ben er niet helemaal zeker van of dat nou echt assimilatie genoemd zou moeten worden. En dat verandert denk ik ook wel over een tijdje weer. Maar... Wat volgens mij veel belangrijker is, zijn processen als individualisering. Ja. Dat kan zowel binnen religie als buiten religie. Maar het betekent bijvoorbeeld wel ja, dat als jongere heb je geen moskee nodig natuurlijk. En ook geen imam. Ja, maar dat is de individualisering. En je googelt. Ja. Maar ik snap wel jouw punt. Je vraagt imam Google en sheikh Twitter. En dan heb je je antwoord. En dan... Denk je dat je je antwoord hebt? Want je gaat toch zoeken naar het antwoord wat je graag wil.
Maar als assimilatie dat... is het probleem niet. Verplichte assimilatie echter wel. Er zijn overheidsvoorstellen. Maar, kijk, er zijn overheidsvoorstellen. Ik probeerde de bal ook te initiëren. Ja, ja, en daar moet je tegen lobbyen. Nou, daar moet je tegen lobbyen. Want er zijn voorstellen gewoon in de politiek... die de overheid ook wil uitvoeren... die het onmogelijk gaan maken... dat je nog op een bepaalde manier... je religie kan beleven. En dat is een gevaar. Maar vrijwillig assimileren, daar ben ik op zich niet tegen. Ik heb het eigenlijk ook over het assimilatiebeleid... en de consequenties daarvan. Ja, maar kijk, dan is het interessant volgens mij... om ook even terug te gaan bijvoorbeeld naar... dat hele undercover onderzoek... NCTV gemeente. Ja. Maar ook bijvoorbeeld POCOP... Want wat je ziet in de reactie op de undercover, in reactie op POCOP, is geen lobby naar de overheid toe, maar is een grotere verdeeldheid en wantrouwen bij moslims onderling. Ja. Dat zag je in aanloop en ook tijdens de POCOP, met allerlei dingen die zo nodig op Facebook en dergelijke uitgevochten moesten worden. Dat zag je zeker ook in de reactie op NTA. En soms ook heel begrijpelijk, hè, dat iemand zich afvraagt... ja, maar naast wie zit ik nou te bidden dan? Ja. Daar zou denk ik wel... volgens mij, ik denk... en dat is lastig... en bedoel, het neigt er ook een beetje naar om dan de moslims zeg maar, de schuld te geven van hun eigen verkeerde reactie. Maar daar zou denk ik wel beter over nagedacht kunnen worden van hoe moet je nou hier vanuit je organisatie of als individuele gezagdrager, hoe moet je daar nou het beste De weerbaarheid. Reageren? Ja, de weerbaarheid naar de overheid. Dat is precies eigenlijk. Dat is precies welke kant ik eigenlijk op wilde. Ik wilde het niet meteen al zo noemen. Want je staat op het menu van de overheid. En je staat op. En zie er maar tegen. Om opgegeten te worden. Ja. En wat je gaat doen is je gaat bakkeleien met je broeders en zusters. En dat is een mooi bruggetje naar Mohammed. Ik wilde daar eerst nog iets wilde zeggen, volgens mij. Nou, ik wilde zeggen eigenlijk van heel kort. Want misschien is dat ook een berichtje natuurlijk. Voor waar we het over gaan hebben, is wat er is een assimilatiebeleid. Ik heb dat echt gewoon heel duidelijk teruggezien, gaande, waartegen moeilijk op de box is. Want op een gegeven moment, op sommige niveaus, zie ik ook als reactie onder de moslimgemeenschap ontstaan van zo slecht is het eigenlijk helemaal niet. Het komt ons in veel gevallen ook wel heel goed uit. En dan denk ik bijvoorbeeld met bemoeienissen. Rechtvaardiging, verantwoording tegenover je medemoslim. Wat niet meer zo snel hoeft. Dat is dus dat individualisering wat je noemde, Martijn onder andere. Maar kijk maar ook naar leegloop van moskeeën. En natuurlijk de afhankelijkheid van online kennis over de islam. Dus de vraag van mij is eigenlijk dan in bredere zin... dat lobbyen straks... gaat hij nog wel ergens wortels schieten en aarde vinden? Ja, dat is een goede vraag. En dat is iets wat we de komende jaren moeten gaan zien. Ja, wel als je de juiste allianties weet te sluiten. En ik denk dat bij die vraag is het heel belangrijk om de knip te maken tussen... eigenlijk heb je het over degene die willen assimileren. En ik denk dat als je die even buiten beschouwing laat... en we focussen ons op de moslims die gewoon... die het geloof actief willen beleven, willen praktiseren... dat het die bijna onmogelijk wordt gemaakt. En ik denk dat die groep altijd nog wel significant blijft. En dat je het eigenlijk daarvoor doet. Weet je wel? Het is niet een lobby om mensen die minder met de islam bezig willen zijn vast te houden. Het is een lobby die het mogelijk moet maken dat zij die dat willen... het gewoon zorgeloos kunnen beleven. En we moeten scherper kijken. We moeten scherper kijken. De lobby die je voert hoeft niet alleen maar per se vanuit eigen groep. We moeten echt strategischer zijn. Want op het moment dat er beperkingen plaatsvinden, bijvoorbeeld, ik noem maar op basis van de vrijheid van religie, dan raakt het ook andere religieuze groepen. Dus je zou moeten samenwerken dus we moeten van alles doen. Vooraf gaat. Ik ben het daar niet mee oneens, absoluut niet. Maar er is wel echt een stap die daaraan vooraf moet gaan. Als jij niet kan beoordelen wat jouw belangen zijn als gemeenschap, dan kan je nooit bepalen waar de juiste allianties voor ons liggen. Dus het begint echt bij onszelf. Het begint met visie. Het begint met... we hebben een lange weg te gaan. Maar ik kan inderdaad best pessimistisch worden, ben ik ook. Maar ja, ik zeg
ja, weet je, pessimisme is voor diegenen die het zich kunnen veroorloven. Ik bedoel, ja, niet ja, per se. Je dus mee maar wij hebben geen andere optie dan optimistisch te blijven en te investeren en onszelf ook dan. Ja, nee, klopt. Ja, maar kennen jullie Gramsci? Heel even een vraag. Ja, maar je moet denk ik voorzichtig zijn. Met twee dingen denk ik dat je voorzichtig moet zijn. Je moet voorzichtig zijn te stellen van, je hebt mensen zeg maar die assimileren en mensen die zeg maar het geloof willen vasthouden. Want dat zou. Ja. Dat zou betekenen dat als je het geloof wil vasthouden, je niet per se wil assimileren. Ik zou daar geen tegenstelling tussen maken. Dat was eigenlijk één ding. Ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Dat is afhankelijk van je definitie van assimilatie. Dat snap ik. Als je het hebt over ideologische assimilatie, dan is dat denk ik wat ik zei kloppend. En als je assimilatie breder trekt of ergens anders op toepast, dan hoeft dat niet. Ja. Goed, Mohammed, eenheid. Waarom hebben we die niet? Waar moeten we aan werken? Kijk, eenheid is altijd op zichzelf iets groots. En alles wat je erover kan bespreken, dat is per definitie groot en vaak abstract. Om te beginnen, denk ik, om aan te sluiten bij wat eerder is gezegd hier aan tafel. Eenheid in de breedste zin van het woord is heel onrealistisch. Het zal nooit gebeuren, het zal nooit zo zijn dat. Dat moslims in hun totaliteit één blok vormen en gezamenlijk als bewegen. Dus dat is in die zin. Want soms heb je het erover in de moslimgemeenschap. En dan zie je blijkbaar dat überhaupt de definitie van eenheid, dat er heel verschillend over wordt gedacht. Mm-hmm. Sommigen heb ik meegemaakt, die vinden eenheid zelfs een beetje een eng idee, omdat ze bang zijn dat ze dan hun stichting of moskee moeten. Moeten onderwerpen aan een soort koepel of zo. En daarom hun autonomie verliezen. Ja. Dus als het daarom gaat, denk ik dat eenheid begint, om het even een beetje te kaderen, in het licht van dit thema, dat je als gemeenschap oog hebt voor de hogere algemene belangen. En dat je daarvoor werkt en dat je bereid bent, waar nodig, om onderlinge schermutselingen los te laten, achterwege te laten, omwille van die hogere belangen. Dus het gaat om het algemeen belang waar we op dat moment voor moeten zouden gaan strijden. Ja, en dat zijn met name de zaken die heel erg van belang zijn. Of grote dreigingen die er echt zijn. Het ritueel slachten. Voor de moslimgemeenschap. Ja, dat is iets wat ons allemaal raakt. En wat ook een grote impact heeft, maar zo zijn er nog veel meer dossiers. Nog ver voor het ritueel slachten, überhaupt gewoon de vrijheid om zonder bespioneerd te worden, zonder anders behandeld te worden dan anderen, je geloof te kunnen beleiden en niet op je gedachtegoed te worden beoordeeld. Laat staan erger dan dat. Daar moet je heel erg oog voor hebben. En ja, kijk, een beetje cliché klinkt het, maar de grootste bedreiging voor die eenheid is dat je vastraakt in onderlinge conflicten en geschillen. Mm-hmm. Waardoor je het gewoon niet voor elkaar krijgt om voor het grotere belang, voor het grotere doel te werken. En dat is wat we nu heel vaak zien. En ik kijk de weg naar die ideale situatie is natuurlijk heel breed. Maar één aspect daaruit die ik zou willen uitlichten is dat. Ik denk dat het ook heel erg een mentaliteitskwestie is. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Iedereen herkent het wel, dat je waarschijnlijk een buurman hebt of een collega hebt. Die een buurman van een paar huizen verderop of een collega van één of twee afdelingen verderop. Die je regelmatig ziet, maar nooit groet eigenlijk. Dagelijks loop je langs elkaar en nooit groet je elkaar of maak je een praatje met elkaar. En op het moment dat je elkaar plotseling tegenkomt in een ongewone situatie, neem op vakantie in Madrid of Berlijn, dan groet je elkaar opeens. Herkenbaar. Ja, of neem bijvoorbeeld het voorbeeld dat als je in Leiden Centrum willekeurige mensen begroet, word je aangekeken alsof je gek bent, maar kom je diezelfde mensen tegen in een bos, bij een boswandeling, dan groet iedereen elkaar opeens. Ja, ja. Dat zijn van die dingen. Hè. Of laatste voorbeeld dan voor Nordin. Dat je zeg maar Ajaxide kan afschieten. Want dat is de rivaal, hè, voor een echte Feyenoorder. Maar dat als het Nederlands elftal speelt, dat je dan ineens samen juicht voor het Nederlands elftal. Kijk,
Wat daarachter zit is heel bijzonder. Dat is echt een mindset. Het is een stukje psychologie. Of Martijn zal zeggen antropologie waarschijnlijk. Dat we zijn constant als mensen aan het vergelijken en relativeren. Hoe ik onze relatie definieer, hoe ik onze verhouding zie, onbewust zet je dat af tegen de bredere context waar jij je in bevindt. Ja. En die context bepaalt dan of jij iemand bent die dicht bij mij staat of niet. Die Ajaxiet is natuurlijk de vijand, de rivaal. Maar op het moment dat, dat Oranje speelt en de tegenstander is Portugal, ik zeg maar wat. Ja, dan is Portugal de rivaal. Onbewust, ja. Onbewust relativeer je dan dat, oké, die Ajaxiet, daar heb ik niks mee. Maar in vergelijking tot Portugal staat hij eigenlijk best wel dicht bij mij. Ja. En in die specifieke context besef je dat en ben je in staat om samen te juichen voor Oranje. Al is het een Ajaxie die scoort voor Oranje. Dat is... Dat zou je wel erg vinden, hoor, denk ik. Ja, ik vind het niet een goed voorbeeld. Nee. 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 Oranje spelen. Ja. Dus dat kan. Ja, nee, precies. En dan, als we dan weer terug zijn, dan hebben we het wel weer een keer over die Ajaxie. Ja. Precies. En dat is echt een kwestie van je bewustzijn van, in dit geval, de grotere tegenstander, de grotere dreiging. En ik denk dat dat in de moslimgemeenschap en in heel veel gemeenschappen, ik denk dat dit bij mensen überhaupt zo werkt. Ja, ja. Maar wat hebben we nodig, kijk als moslimgemeenschap? Ja, heel specifiek. Ik denk, het zal ons niet tot het einde brengen, maar ik denk dat deze mindset switch, deze paradigmaverschuiving, ik denk dat dat ons echt een stap vooruit kan helpen. Dat als we beseffen dat, kijk, omdat wat we samen hebben als moslims onderling, maar ook de dreiging die er buiten onze gemeenschap ligt, voor onze gemeenschap, omdat we ons daar onvoldoende van bewust zijn, zien we simpelweg niet de noodzaak. En beseffen we überhaupt niet dat degene waarvan jij denkt dat hij een rivaal is, omdat hij van een andere wetschool is of van een andere stroming is binnen de islam, dat die eigenlijk in verhouding tot de reële dreiging om ons heen heel dicht bij jou staat. Ja, precies. En dat jullie dezelfde belangen dienen. En zien we of gaan we die verandering wel zien in de opkomende generatie? Ja, ik denk dat zeker enerzijds vanuit het religieuze onderwijs, zeg maar, de imams en islamdocenten zoals Oestad Rafiq en anderen. Ik denk dat het bij hen heel belangrijk is, de toon en de boodschap die zij de gemeenschap meegeven en de volgende generaties meegeven. Ik denk dat dat enerzijds heel erg belangrijk is. Ja. En daarnaast moet het, los van alleen het religieuze onderwijs en de da'wa, moet het veel breder onze gezamenlijke boodschap zijn. Ja. We moeten mensen echt veel meer bewust maken van het feit dat we nu weliswaar die Ajaxiet en Feyenoorder zijn. Want verschillen die zullen er altijd zijn. Ja. We moeten niet naïef zijn en denken dat het ooit anders zal zijn. Nee. Maar we moeten beseffen dat terwijl wij nu aan het kibbelen zijn in de tribune, dat Portugal een aantal doelpunten heeft gemaakt. En je staat gewoon achter. Samen sta je achter. Nee. Ongeacht jullie onderlinge verhoudingen. En ik denk dat dit besef constant herhaald moet worden en benadrukt moet worden. Want we zijn ons gewoon onvoldoende bewust, denk ik, van hoe reëel de dreiging is. Juist. En ik denk dat dat echt een kwestie is van wakker worden en echt een paradigmaverschuiving creëren, zo breed mogelijk, om dit besef breed gedragen te maken. Ondanks het pessimisme aan deze tafel, denk ik dat het wel gaat lukken, de komende generaties. Want ik zie namelijk wel een schifting in hoe men naar onze religie kijkt en hoe men naar de verschillen kijkt die we hebben. In tegenstelling tot onze ouders misschien, hè, die ook heel veel cultuur hebben meegenomen in hun religie en soms dingen zwart-wit zien, zien wij, en dat merken we misschien al met jouw generatie en met de komende generatie, dat de gedachte van hoe je de religie moet beleiden en dat die andere misschien zijn hand hier neerzet tijdens het gebed, dat we toch heel veel raakvlakken met elkaar hebben. Ik zie op zich wel een lichtpuntje. Ik ben ook wel optimistisch, maar we hebben grote uitdagingen. Want we hebben het nu over, laten we zeggen, meer de theologische verschillen, waar langs ook scheidslijnen of breuklijnen kunnen ontstaan. Maar we hebben natuurlijk heel veel, en die zijn ook wel voor een deel overbrugd, maar voor een deel ook echt niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze instituten,
Die zijn meestal langs etnische lijn. Niet eens langs, altijd langs religieus, maar meestal langs etnische, culturele lijnen ontstaan en verenigd. Het is echt minimaal dat je kan aanwijzen van, we hebben een aantal koepels, Spuur is daar toevallig één van, die etnisch overstijgend is gelukt. En dat is echt niet met mij begonnen. Dat is al sinds 30 jaar dat we zeggen, we hebben in ieder geval onze Bosnische broeders, Somali's, Nederlandse... Maar ook daar zie je dus een ontwikkeling in. Daar zie je wel een ontwikkeling. Die ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Het is niet vanzelfsprekend. Het staat vaak onder druk. Dus je moet daar ook echt altijd goed kijken hoe je dan inderdaad... Ik maak even uit jouw verhaal op dat je voor Ajax bent. Maar hoe je inderdaad gewoon... Okay. Maar hoe je inderdaad elke keer, als je dreigt af te dalen, weer op de juiste vlieghoogte komt. Of het juiste. Dus kijk, koppelorganisaties per definitie zouden eigenlijk al multi-etnisch moeten zijn. Want wat koppel je eigenlijk? Koppel je eigenlijk alleen je eigen groep? Maar toch zien we daar een ontwikkeling in. En ook al duurt het 30 jaar. En ik denk dat die ontwikkeling wel sneller gaat. Daar met heb je een punt. Met de komende generaties. Omdat die op een ander denkniveau bezig zijn. En omwille van de tijd. Dat hoop ik. Inshallah. Ik zeg als ik mag afsluiten. Ja. Toch om te reageren op nog een ding. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is ook. Zo, ik zei eerder al, het is heel naïef om te denken dat het in de breedste, op de grote schaal gaat lukken. En het is echt heel belangrijk om, en dat gebeurt natuurlijk ook al, om met een alliantie met de bereidwilligen, zeg maar, om degenen die wel bereid zijn om dat te doen, om dat echt op te starten. Daarmee te starten. En dan hoop je dat steeds meer mensen zien dat ze de boot aan het missen zijn. Juist. En dus aansluiten. Ja. Ik wil jullie allemaal bedanken. Het was een zeer interessant, langdurig gesprek. Ik denk dat wij hier nog een paar uur zouden kunnen zitten. Ja, zeker. Ja. Bedankt voor je komst en voor jullie input. Ik wil de kijkers thuis ook allemaal bedanken. En inshallah tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iedereen bedankt. En inshallah tot snel in de toekomst. Inshallah. Barakallahu fikum.